De leerkrachten tegenwoordig, ik ga u eerlijk zeggen, dit schooljaar, ik ben shopsteward. En leerkrachten zeggen me, ik ga naar de klas. Als die kinderen zin hebben, nou, dan volgen ze les. Zo niet, volgen ze niet. Het is de manier hoe wij worden behandeld. Wij zetten ons niet meer extra in. Als het ministerie zegt, dit moet je behandelen, dan doen we dat. We doen ons werk. Maar die extra inzet die kwam, we willen dat niet meer, we hebben die spirit niet meer om dat te doen. Die motivatie om dat te doen is helemaal verloren. We willen ons niet meer extra inzetten. We zetten ons in, dat gedeelte dat wordt gevraagd. Verder moet je ons niets meer vragen. Wat we mogen niet zeggen. Wij willen niet op die manier werken. Dat is niet hoe wij het onderwijs willen uitdragen. Wij willen met 120% van ons hart het geven. Maar als je 90 van ons vraagt, nu geven we je 80. Dat is hoe wij ons voelen. Wij voelen ons gebroken. Wij voelen ons kapot. En we zeggen, wij gaan niet zo door. Evengoed kunnen we ook wel zeggen van, nou ja goed, laat het maar, dan wordt het maar 90%. Maar zo zijn leerkrachten niet ingesteld. Wij willen altijd meer geven dan van ons verwacht wordt. En daarom gaan wij ten strijde. Daarom komen wij op. Daarom zullen wij morgen een standpunt maken. Morgen is de dag van de Teachers Day, zoals we noemen. World Teachers Day. En het is de dag van de leerkrachten, of zo weer de dag van de leraar. En weet u wat het thema is? Teaching in freedom, empowering teachers. Dus het past precies bij ons. Want wij zeggen, we willen in alle vrijheid. We willen niet onderdrukt worden. We willen niet geïntimideerd worden door beleidsmakers. We willen niet geconfronteerd worden met een stukje dictatuur binnen ons onderwijs. Want dat is wat de leerkrachten op dit als zodanig ervaren. Daarom zullen wij morgen een stille loop hebben. Wij voelen ons gevangen. Wij voelen ons onderdrukt. Wij voelen ons als slaven. We hebben niets meer te zeggen als het afhangt van de regering. Bij deze het ministerie van Onderwijs. We kregen alleen maar opdrachten. Vandaag is het A. En als hij de volgende ochtend opstaat, is het B. En wij moeten maar gewoon doorgaan. En niet zeggen. We mogen niet opstaan en opkomen voor onszelf. We kunnen het niet meer accepteren. De mensen komen naar me toe en zeggen, meneer Valies, ik zie het niet meer zitten. Het is niet prettig meer om als leraar te werken. Het lijkt wel alsof we worden omringd door alleen maar basha's. Het lijkt wel alsof we onder druk worden. Het lijkt wel alsof we worden geconfronteerd met dictatuur. Al onze rechten die wij in de afgelopen uur hebben opgebouwd, wordt gewoon aan de kant gezet. Men gaat nu een staatsbesluit straks aannemen, zonder dat er behoorlijk overleg is geweest met de vakbonden. Er worden, zeg maar, voorzieningen waarvoor de mensen strijd hebben geleverd, wordt gewoon van de een op de andere dag van ons ontnomen. Dus we voelen die katibo. En we gaan die katibo niet accepteren. Leerkrachten worden broodeloos gemaakt. Vrouwen worden broodeloos gemaakt. Moeders worden broodeloos gemaakt. Daarom, vanuit deze plek, roep ik op. Alle leerkrachten. Alle vrouwen. Alle moeders. Maar ook de kinderen. Evengoed kan het ook jouw moeder zijn. De studenten. Want op school is je vrouw je moeder. De vrouwenorganisaties. De mannen. De mannenorganisaties. Alle organisaties die het met ons eens zijn dat vrijheid staat boven alles. Kom. Kom. Toon uw ondersteuning. Kom in uw wit shirt, een zwart shirt, witte broek, helemaal wit, helemaal zwart. Kom en laten wij een standpunt maken. Laten wij tonen aan de regering
dat het zo niet verder gaat en dat we het niet meer gaan accepteren.